Wij zijn vandaag in Eindhoven op de campus. Hoe mooi is het om als fabrikant samen te kunnen werken met een groep studenten. De studenten van de universiteit die meedoen met een Europese wedstrijd en die zetten zo'n fantastisch huis neer. Wij zijn dan ook trots als Atoma zijnde dat we met deze studenten een mooie installatie hebben gemaakt. En dat hebben we gedaan met Onexus, de leverancier van monitoring systeem, wat wij in dit mooie project hebben verwerkt in onze groepkast. En dat kunnen wij ook doen voor u als installateur. Ik ben onderdeel van Team Virtue. Dat is een van de studententeams die vanuit de TU allemaal mooie projecten mogen neerzetten. En wij staan nu eigenlijk voor ons huis. Waarom het huis gebouwd is door ons, is omdat wij meedoen aan de Solar Decathlon contest die volgend jaar in 2022 wordt gehouden in Woepertaal. Het is een internationale competitie waar 18 verschillende teams op afkomen. En wij zijn een van die teams. Het doel is eigenlijk van de contest is dat je zo het huis van de toekomst ontwerpt, bouwt en ook laat zien dat het werkt. En dat is eigenlijk waarom wij daarheen gaan. Onze rol in dit project is Team Virtue te ondersteunen, te helpen met een dataplatform wat inzicht geeft in energie en de energie in de woning optimaliseert. Team Virtue heeft met de Solar Decathlon de taak tot zich genomen om een aantrekkelijke, een comfortabele en een duurzame woning te realiseren. Wij menen met alle partners die hieraan bijgedragen hebben dat zij hier absoluut in geslaagd zijn. En wij wensen hen alle succes volgend jaar in de finale in Woepertaal. En we komen zeker kijken. Graag. Wij zijn jongens, super. Wij zijn top erbij. Gedaan. Super.